Welkom bij Voor de Ommekeer, gesprekken over een wereld in verandering. Vanuit het Freedom Lab in Amsterdam. Mijn naam is Arco van Brakel en vandaag ga ik in gesprek met Hans Biesheuvel, een ras ondernemer en de oprichter van ONL. Hey Hans, welkom bij dit gesprek. Ontzettend leuk dat je tijd hebt kunnen maken voor de ommekeer. Wat mij intrigeert aan jou, Hans, is dat je in je leven diverse ommekeren hebt meegemaakt als ondernemer, maar ook in de rollen die je in de samenleving hebt vervuld als voorzitter van MKB Nederland en vervolgens het oprichten van ONL. Maar mij valt ook op dat jij altijd betrokken bent bij grote veranderingen in de samenleving. En dat speelt een grote rol in jouw leven. Dus de allereerste vraag, wie is Hans Biesheuvel en wat drijft Hans Biesheuvel precies? Ja, Hans Biesheuvel is inderdaad een rasondernemer die uit een echt ondernemersgezin komt. Mijn vader noemde zich middenstander, mijn grootvader is ook echt een middenstander. Nou, we praten nu altijd over MKB, maar in die tijd, jaren 70, was middenstander echt nog iets waar ze trots op waren. Dus als jongetje van 12 moest ik al meedoen in het bedrijf van mijn vader. En bij mijn grootvader zilverpoetsen. Dus het dicht bij de onderneming staan, dat is voor mij al heel natuurlijk geweest, ook in die tijd. Ik ging naar school voor nette jongetjes, het VCL in Den Haag. En mijn hele eindexamenklas ging naar Leiden. Ging bijna allemaal naar Leiden, daar studeren. Ik zei als enige, het was een medio jaren 80, ik wil ondernemer worden. En in die tijd was je dan iemand met een verkeerde jas aan in een verkeerde auto reed. Dat deed je niet. Nee. Mijn mede-klasgenoten wilden allemaal naar Shell of naar ABN AMRO of naar Philips. Maar goed, ik wilde ondernemer worden. Maar ik had geen geld en ik wilde ook geen zoontje van de baas worden. Dus ik ben toen ene dag op die school voor nette jongetjes. De andere dag was ik bode op een ministerie. Ik ben gewoon begonnen met een uitzendbaantje, bode. Die tijd stond op elke kamer van, was op het ministerie van Verkeer en Waterstaat. Stond een bakje, een post in en post uit. Dat mocht ik dan organiseren. Dus dat was even een flinke verandering. Maar goed, ik wilde voor mezelf beginnen, heb ik ook gedaan. En nooit spijt van gehad. Nee. Ik vind het grappig dat je dus als eerste baan eigenlijk bij bijna tegenovergestelde van een onderneming terecht bent gekomen, een ministerie. Wat heeft het jou geleerd? Hoe heeft het jou dat geholpen in je ondernemerschap, dat je daar bent begonnen? Nou, ik ben natuurlijk als bode begonnen, hè? Dus helemaal onderaan de ladder daar, zeg maar. En van de plek waar ik vandaan kwam, daar kon eigenlijk alles. Hè? Het was een hele luxe omgeving. En plotseling moest ik mijn eigen geld gaan verdienen. Ik ben toen ook op mezelf gaan wonen. Weinig te besteden, geen auto, hè? Alles op de fiets. Dus dat maakt je behoorlijk nederig, kan je zeggen. Maar wel alles opzij gezet om voor mezelf te kunnen beginnen. En dat geeft toch een heel goed gevoel. Ik ben in de avond gaan studeren, dus 3 avonden een week naar college toe. Dat combineren met een baan. En nadenken over je toekomst is best veel. Aan de andere kant, toen was ik 18, 19. Ja. Kan er nog ontzettend van aan natuurlijk. Ja, precies. Je hebt heel veel energie. En wat voor avondopleiding heb je gedaan? Nou, ik ben bedrijfseconomie gaan studeren. Het leek me een handige opleiding voor toekomstig ondernemerschap. Ja. Weet je, als je dan werkt en je studeert samen, zit in een ritme, dan ging dat eigenlijk vrij makkelijk. Ja. Dus ik heb er heel veel plezier nog van gehad, ook de afgelopen 30 jaar, zeg maar. Ja, ja. En mijn grootvader is ooit na de oorlog begonnen met zijn bedrijf, een technische handelsonderneming. Nou, die heeft zijn bedrijf verkocht in de jaren 80. Toen ik ongeveer van school afkwam, heeft hij zijn bedrijf verkocht. Ja. Dat heb ik later weer gekocht. Dus ik kocht in 1991 een bedrijf met mijn eigen naam op de gevel, Biesheuvel Techniek. En toen was ik ongeveer 25 en had ik plotseling 4 vestigingen in Nederland en ongeveer 100 medewerkers. En dat is natuurlijk best wel gek. Als je zo jong bent en je hebt in één keer die verantwoordelijkheid. Ja, ja. En was je opa er toen nog, toen je het bedrijf terugkocht, dat het weer in de familie kwam? Wat vond hij daarvan? Nou, wel bijzonder. Hij was er nog. Hij is in 96 overleden. Hij heeft het ruim 40 jaar zijn eigen bedrijf gehad en geleid. Tot zijn 76ste doorgegaan. Ik dacht toen ik het hem vertelde dat hij ontzettend opgetogen zou zijn en blij zou zijn. Nou, dat was niet zo. Hij vond het eigenlijk maar helemaal niks. Want hij zei, wat doe je nou? Hè? Dan ga je. Het bedrijf draaide toen niet zo goed. Hè? Daarom kon ik het ook kopen. Dus het was een lastige situatie waar ik instapte. En hij zei, waar begin je aan? Hè? Want je komt er niet meer vanaf. Je houdt je leven lang die verantwoordelijkheid. Zo zag hij dat. Hij heeft ook de eerste maanden niets aan me gevraagd. Als ik op de koffie kwam of langskwam. En dat kwam ik best vaak bij mijn grootouders.
dan werd over van alles gepraat, behalve over het bedrijf. Hij wilde het er niet over hebben. Ja, ja. Ik denk ook dat hij het lastig vond. Hè, dat zijn kleinzoontje aankwam zetten en zei, ja, ik heb je bedrijf gekocht. En het was weliswaar niet meer van hem, maar toch, ze voelde dat natuurlijk wel. Ja. Hij kon het heel moeilijk een plek geven. En langzaam maar zeker ontdooide hij, toen hij zag dat het goed ging. Ja. Hij kreeg vrij snel het bedrijf weer op winst, zeg maar. Ja. Nou, was de jaren 90 waren ook hele goede jaren, dus de markt zat ik heel erg mee. Maar goed, toen hij zag dat het beter ging, dat ik ook goed in mijn vel zat, toen langzaam ontdooide hij. Maar dat duurde echt wel minstens een jaar voordat we een keer een goed gesprek over gehad hebben. Ja, ja. Ja. Mooi is dat, hè? Ja. Ja. Wat, herken je dat gevoel van je opa als je als ondernemer naar zijn reactie kijkt? Nou, nu begrijp ik het veel beter dan toen. Kijk, toen was ik jong en ik dacht, ja, toch mooi dat ik dat bedrijf heb kunnen kopen en dat ik het weer verder kan zetten. Mm-hmm. Maar voor hem was het gewoon niet goed te snappen. Kijk, hij was geboren in 1909, dus dat was een hele andere generatie. Ja. Dat een jongen van 25 jaar zo'n bedrijf kon overnemen en die verantwoordelijkheid in één keer aankon. Hij had daar heel veel jaren lang, had die bedrijf heel langzaam opgebouwd. Ja. Dus ik denk dat dat gewoon in zijn systeem niet helemaal goed paste. En achteraf denk ik, ja, ik begrijp dat heel goed. Ik heb nu zelf een dochter van bijna 25. En ik denk, als zij zou zeggen, pa, ik heb een bedrijf gekocht met 100 medewerkers en wat verlies maakt, denk dat ik ook heel nerveus zou worden. Dus ik begrijp het heel goed. Ja. Ik ook, hoor. Want het is toch een... Je zorgt voor je kinderen. Je wilt ook voorkomen dat ze fouten maken. Ja. Maar tegelijkertijd merk ik dat die attitude ook wel problemen geeft in Nederland. Juist die angst om fouten te maken. Daarmee houden we veel tegen, valt me op. Dat valt me op bij organisaties waar wij komen. Want er is innovatie nodig. En als je bang bent om fouten te maken, dan ga je ook niet meer experimenteren en dus niet meer innoveren. Dat maakt meteen een bruggetje naar de samenleving, zeg maar, waar we in zitten. Waar grote veranderingen eigenlijk nodig zijn om gewoon de uitdaging aan te kunnen die op ons afkomen. Als je nou terugkijkt naar je ondernemerschap. Je hebt een bedrijf gekocht, je hebt de reactie van je opa meegemaakt. Je kan er nu zelf meer begrip voor opbrengen. Hoe helpt dit jou in het werk wat jij doet? Want je bent niet alleen maar ondernemer, je bent ook heel maatschappelijk bezig. Je bent kind aan huis bij de politiek in Nederland. Deze lessen, hoe helpen die jou? Nou, in elk geval, ik heb een paar keer het roer omgegooid. Hè. Dus niet alleen eind jaren 80, maar nog een aantal keren daarna ook. En steeds ook wel omdat ik het gevoel had van, ik zit in een situatie waar ik zelf niet zo heel veel meer aan kan toevoegen. Het wordt tijd dat er ruimte komt voor andere mensen, voor nieuwe ideeën, voor innovaties. En dat is denk ik heel belangrijk voor een organisatie. Hè. Kijk, soms is het goed om te consolideren, eventjes te doen waar je goed in bent. Mm-hmm. En niet continu te vernieuwen, want mensen moeten ook groeien in een rol. En dat ik ook zelf als ondernemer heb moeten doen. Hè. Toen ik begon eind jaren 80, zeg maar, met het echte ondernemerschap, ik heb ook heel veel dingen niet goed gedaan en mijn fouten gemaakt. Dus je hebt ook tijd nodig om ervaring op te doen. Mm-hmm. Maar uiteindelijk heeft een organisatie wel zuurstof nodig. Hè. Moet je toch blijven vernieuwen, vooruit blijven kijken. Wil je relevant blijven? Ja. Kijk, en relevant is niet altijd meer winst maken of per se groeien qua omzet. Maar wel zorgen in elk geval dat je waarde blijft creëren, dat je waarde blijft toevoegen. Ja. Dat je aantrekkelijk blijft voor je stakeholders. Ja. Dat is denk ik heel belangrijk. En daar is gewoon een aandacht voor vernieuwing en innovatie is ontzettend belangrijk. En ik heb zelf ook een aantal keren ervaren. Nou, mijn biesheuveltechniek heb ik ongeveer 15 jaar dan zeg maar intensief mee bemoeid. Op een gegeven moment dacht ik echt, ik kan hier gewoon niet veel meer aan toevoegen. En dat moment heb ik niet van tevoren kunnen managen of zo. Ja, op een gegeven moment is dat gewoon een inzicht wat je verwerft. Mm-hmm. Maar ik heb er wel naar geluisterd en naar gehandeld. En achteraf ben ik daar heel blij mee. Ja, ik heb zelf ook zo'n situatie meegemaakt. Ik heb op mijn 25e een internetbedrijf opgericht samen met een compagnon. En wij hebben het na 4,5 jaar eigenlijk al verkocht, omdat we zo hard groeiden. Ja. En ik vond het niet meer bij mezelf passen. Ik ben een hele slechte manager. Toen dacht ik nog dat er managers nodig waren in bedrijven. Nu kijk ik daar anders tegenaan. Dat ik denk dat managen niet per se een rol is die je als ondernemer altijd op je moet nemen, maar toen had ik dat inzicht nog niet. Dus toen hebben we het gewoon verkocht, omdat het niet meer voelde alsof we in controle waren. Mij valt op dat heel veel mensen vaak te lang door blijven gaan met dingen die ze doen. Hoe herken je nu het moment dat je een ommekeer moet maken, dat je moet stoppen en het over moet dragen aan anderen? Heb je daar
een handboek voor? Of tips voor? Een handboek niet. Maar ik denk wel dat het belangrijk is om mensen om je heen te verzamelen. Hè, die, waar je continu mee blijft sparren over, zijn we nog op de goede weg? Mm-hmm. Hè? Hebben we nog de juiste samenstelling? Hè? Qua team, qua medewerkers. Mm-hmm. Hebben de goede doelen nog steeds met z'n allen voor ogen? Hè? En dat gesprek steeds met elkaar aangaan. Hè? Elkaar steeds uitdagen op, zijn we op de goede weg? Voegen we nog allemaal wat toe? En niet denken, omdat jij toevallig de aandeelhouder bent, of de oprichter bent, of de directeur bent, van dat jij onfeilbaar bent of onmisbaar bent. Maar dat gesprek gewoon goed aangaan. En kijk, voor mij is het altijd om de organisatie of om het bedrijf gegaan. En niet zozeer om mezelf of om de mensen per se in je directieteam. Mm-hmm. Maar uiteindelijk, ja, ik heb dingen opgericht, ben dingen gestart om er een toekomst voor te creëren voor de lange termijn. Ik ben wel gericht op lange termijn, hè, dus dingen creëren voor de lange termijn. Maar het betekent niet ook altijd zelf hè, daar onderdeel van uit moet blijven maken. Ja. Dus ik denk dat het niet één formule is, maar voor mij heeft het wel altijd gewerkt. Goede mensen om je heen verzamelen, die kritisch zijn, met elkaar continu het gesprek blijven aangaan. En steeds kijken, wat zijn bedoelen? Ben ik nog steeds op de goede weg? Ja. En zodra je denkt van, hey, er zijn andere dingen nodig, daar ook voor openstaan. Ja. Dan heb je een behoorlijk radicale stap gemaakt door op een gegeven moment voorzitter van MKB Nederland te worden. Een compleet andere setting. Ik vermoed dat daar mensen zitten die zich hun eigen rol wel belangrijker vinden dan die van de organisatie. Hoe was dat voor jou als ondernemer om in één keer in zo'n toch politiek bolwerk terecht te komen? Hoe voelde dat? Heel lastig. Hè? Want, ik was op dat moment heel actief in een aantal bedrijven. Ik reisde heel erg veel. Was heel erg bezig met handel. Hè? Ik ben altijd ondernemer in bedrijven die handel deden. Export ook heel veel. Ik was niet zoveel in Nederland. Ik was ook helemaal niet bezig met de polder of de politiek. Echt alleen maar het ondernemen. Dus die overgang was enorm groot. Ik ging letterlijk van het verkopen van kwasten, verfkwasten in Amerika en Canada en Europa. En de volgende dag zat ik te onderhandelen over de toekomst van de pensioenen. Ja. En er zat heel weinig tijd tussen, kan ik je zeggen. Ja. En het viel mij op dat daar toch vooral politici aan het woord waren. Vooral politici bepaalden wat er gebeurde. En eigenlijk de ondernemers volledig op de achtergrond waren gekomen. Ja. Dus dat was voor mij de eerste herkenning, was eigenlijk heel moeizaam, want ik kende de politiek niet zo goed en de polder. En ik kwam ontzettend weinig ondernemers tegen. Dus dat vond ik lastig. Tegelijkertijd ben ik toen heel veel het land ingegaan, want toen ik gevraagd werd, heb ik gezegd, ja, als je een voorzitter wil die gaat vergaderen de hele dag, dan moet je echt niet met mij kiezen. Daar ben ik niet geschikt voor. Ik hou niet van vergaderen. Ik ben er ook niet goed in. Dus ik wil het land in. Ik wil met die ondernemers in gesprek en kijken wat ik voor de ondernemers kan doen. En in Nederland, bij de ondernemers, kreeg ik een warme onthaal. Ja. Eigenlijk waar ik al kwam, was men blij dat ik kwam. Was men ook blij dat men in gesprek kon met mij over het ondernemersklimaat. Wat is er nodig om het ondernemersklimaat te verbeteren in Nederland. Ja. En het was achteraf ook een hele bijzondere periode. Want in 2011, begin 2011 ben ik gestart daar. En toen begon voor het MKB ongeveer de economische crisis. Hè? Daarvoor was het nog banken en euro. Ja. Maar in 2011 sloeg het echt vol toen het MKB. Dus heel veel ondernemers waren in paniek, zaten lastig bij de bank, zagen de afgrond van dichtbij. En dat heeft toen ook heel veel van ons gevraagd om toch te kijken wat kunnen we doen om voor die ondernemers in elk geval te zorgen dat ondanks de crisis het ondernemen toch aantrekkelijk blijft. Ja, ja. Ja, in die tijd hebben we natuurlijk veel samengewerkt. Hè. We hebben onze roadshow gedaan op het ondernemerscongres en de Week van de Ondernemer. Absoluut. Ik was toen directeur van de Baak, wat voor mij ook een ommekeer was. De eerste keer in mijn leven een bedrijf runnen wat niet van mij was. En ik heb zelf ervaren hoe het is om dan een board, een raad van toezicht te hebben die niet uit ondernemers bestaat. Die toch fundamenteel andere besluiten nemen dan jij als ondernemer zou doen. En dat is niet makkelijk om je als ondernemer staande te houden. De vraag is eigenlijk, in zo'n wat meer maatschappelijk georiënteerde setting, is daar eigenlijk plaats voor ondernemers? Of zijn we daar gewoon eigenlijk niet geschikt voor, Hans? Nou, ik vind dat er wel plaats is voor ondernemers. Mm-hmm. Kijk, ik ben natuurlijk nu maatschappelijk heel actief via ONL. Mm-hmm. Maar ik ben ook betrokken bij Credits, Microfinanciering Nederland, bij het Zuiderstrandtheater in Den Haag en nou, nog wat andere zaken. Dus. En ik zit in een aantal raden van toezicht en ik zeg altijd, kijk, ondernemerschap is de sleutel aan heel veel maatschappelijke uitdagingen. En het betekent ook dat we dus, als er een maatschappelijke rol is van de organisatie, belangrijk is om de ondernemers bij te betrekken. Zoals net al zei, kijk, ondernemers houden niet zo van vergaderen. Dus dat moet je niet te veel doen met ondernemers. Maar die ze erbij betrekken en de kracht benutten die ondernemers hebben, dat lijkt me wel heel erg van belang.
En je ziet natuurlijk Nederland van nu is het toch een land met heel veel kleine bedrijven, heel veel MKB-bedrijven, heel veel start-ups. We zijn minder een land van de grote banken en de grote multinationals. Dat zie je gewoon in werkgelegenheid, dat zie je in het aantal bedrijven. Dat zit toch voor het grootste deel nu in het MKB en bij die start-ups. Dus ja, die moet je gewoon betrekken bij de uitdaging van de samenleving. Dat kan niet anders, maar wel af en toe even de ruimte geven en kijken hoe kan je die kracht goed benutten van die ondernemers. Ja, dan valt me wel op dat grote organisaties natuurlijk toch andere behoeftes hebben dan kleinere ondernemers. Ik denk dat ook misschien wel de reden is dat je ONL hebt opgericht. En hoe zou je die belangen kunnen verenigen in Nederland? Dat je het en goed doet voor die grote banken die natuurlijk ook grote werkgevers zijn, maar tegelijkertijd ook die ondernemer in Nederland zijn plek geeft die verdient. Wat is daarvoor nodig en waarom lukt dat niet altijd? Nou, ik denk wat nodig is, en dat is eigenlijk de kernmissie die we natuurlijk met ONL hebben, is zorgen dat we zulke goede ideeën op tafel leggen, zulke goede voorstellen op tafel leggen, of dat nou bij de gemeente is, of bij het Rijk is, of in Brussel is, goed onderbouwd. Hè? Niet mopperen en klagen, maar gewoon goed onderbouwde voorstellen op tafel leggen. En zeggen, nou, we willen de mouw opstropen en meehelpen die dingen te realiseren. Mm-hmm. Ik denk dat dat een heel belangrijke klimaat kan creëren voor ondernemers om mee te kunnen praten over de toekomst van Nederland, over de toekomst van wet en regelgeving, over de toekomst van hoe gaan we de toegang tot financiering verbeteren. Dus zelf met goede ideeën komen, goed onderbouwd, daar geloof ik heel erg in. En ook af en toe de verantwoordelijkheid durven nemen voor maatschappelijke uitdagingen. En tegelijkertijd zeggen, nou, daar wil ik ook wel wat voor terug. Hè. Dus ik denk dat je een hele goede uitruil kan maken. Neem een voorbeeld, mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Nou, daar hebben we er heel veel van nog steeds in Nederland. De kansen voor die mensen, die baan, zit echt bij de kleinere bedrijven in Nederland. Daar ligt heel veel werk. Maar ja, dat zijn niet altijd meer de vaste banen die we van vroeger kenden. Dat zijn niet altijd meer de banen voor het leven lang. Dus als we daar met elkaar goede formule kunnen bedenken, dat die ondernemer wel dat risico kan nemen, maar tegelijkertijd niet daar gelijk 20, 30 jaar aan vast zit met alle risico's, dan zijn heel veel ondernemers bereid wel degelijk die mensen in dienst te nemen. Ja. Nou, dat onderling begrip creëren, daar gewoon, ik noem het maatwerk en aandacht creëren, is goed voor die mensen die aan het werk willen. Ja. Het is goed voor van die ondernemers die mensen zoeken. En het MKB zoekt heel veel goede mensen. Ja. Maar als je nu naar de wet en regelgeving kijkt, dan is dat echt nog afgestemd op die economie van voor de crisis. Ja. Van de grote bedrijven. En dat matcht gewoon heel moeilijk. Ja, ja. Nou, ik snap helemaal wat je zegt. Dat krijg je niet voor elkaar bij MKB Nederland. Hè? Want in 2013 ben je daar toch met best wat tamtam weggegaan. Ik denk meer tamtam dan je misschien zelf wilde. Waarom kreeg je dat daar niet voor elkaar, terwijl MKB Nederland echt voor het MKB ooit is opgericht? Wat ging er mis? Ja, een aantal dingen. Kijk, het lastige is, MKB Nederland is een koepel van brancheverenigingen. Dus je hebt brancheorganisaties als lid, niet zozeer de ondernemers. Nou, ik ben meer een man voor de ondernemers. Wij zijn ook de stem van de ondernemers in Den Haag. We werken als heel goed samen nu met heel veel brancheorganisaties, maar dat is wat anders dan dat je leden brancheorganisaties zijn. Voor ons zijn de leden echt de ondernemers. We werken samen met brancheorganisaties op inhoud. Gaat ontzettend goed. En wat bij MKB Nederland heel lastig is, dat je onderdeel bent van het grote VNO-NCW. Daar zijn de belangen van de multinationals en de banken vooral leading. Nou, daar heb ik altijd alle begrip voor gehad, ook alle respect voor gehad. Daar is VNO voor. Alleen het vermengen van die belangen is ontzettend lastig. En dat in die tijd, ik praat over 2012, 2013, zat de Nederlandse economie echt op de bodem. Ja. Bijvoorbeeld, heel veel ondernemers zaten bij bijzonder beheer bij de banken. Ja. Maar ja, de banken waren lid van VNO-NCW. En ik moest opnemen voor die MKB'ers. En, ja, en dat is dan natuurlijk in één organisatie lastig te verenigen. Ja. En ik vond toch het politieke gehalte heel hoog bij MKB Nederland. En het ondernemersgehalte heel laag. En wij hebben nu bij ONL 100%. Wij gaan echt voor de ondernemers. Die bepalen onze agenda. Ja. Maar die zijn ook bereid om mee te denken over de toekomst van Nederland. Die goede plannen neer te leggen. De mouwen op te stropen. En die maatschappelijke verantwoordelijkheid te nemen. Dat bevalt mij heel goed. Ja, nou, je doet het ook heel goed. Want je bent kind aan huis. En hebt nu zelfs op het Binnenhof eigenlijk een hele mooie plek gevonden met het ondernemershuis. Ondernemershuis Nederland, ja. Wat ik vind het heel belangrijk om echt ook te laten zien dat we er ook bijna fysiek heel dicht op zitten. Ja. Maar ik vind het ook heel belangrijk dat
ondernemers of welk bedrijf dan ook, die zegt ik heb iets in Den Haag, ik wil iets doen, toch een soort plek heeft waar hij naartoe kan komen of waar hij een gesprek kan hebben met ambtenaren, met kamerleden of met andere ondernemers. Dus we willen ook echt een beetje de ontmoetingsplek voor ondernemers in Den Haag zijn. Ja. En laten zien dat we er echt voor de ondernemers zijn. Ja. En als er in Den Haag wat gebeurt, dat we er bovenop zitten. Ja. Dat is, ik snap de doelstelling. Een van de dingen die we het over hebben vandaag is ook de ommekeer in de samenleving. Wat verandert er nou in de wereld? En je noemde al, in 2011 begon eigenlijk pas de crisis voor ondernemers. En vaak na een crisis is het niet meer hetzelfde. Dan is er fundamenteel iets veranderd. Ja. Wat is nou de verandering die jij ziet in de samenleving? Wat heeft die crisis veroorzaakt waardoor ondernemen veranderd is in ons land? Nou, ik denk dat de kern voor mij is toch wel dat voor de crisis, zeg maar, leefden we in Nederland wat ik altijd noem van de schijnbare zekerheden. Dus je kinderen kregen het beter dan jij. Als je een huis kocht, werd het meer waard. We hadden nog 12 banken in Nederland waarvan je nooit kon denken dat er eentje zou kunnen wankelen. Laat staan ABN AMRO of ING. We hadden allemaal het beste pensioen van de wereld. Een baan was heel vanzelfsprekend voor de crisis. En het waren vooral de grote bedrijven, de banken, die eigenlijk de economie domineerden. Nou, als je nu kijkt, 2018, zijn heel veel van die zekerheden van voor de crisis zijn voor heel veel mensen omgeslagen in onzekerheden. Heel veel dingen die toen vanzelfsprekend waren, zijn niet meer vanzelfsprekend. En ik denk dat de samenleving, heel veel mensen, ook ondernemers, zijn op zoek naar nieuwe zekerheden. Nou, die zijn niet meer, denk ik, te vinden in de oude onderwerpen, zoals we die voor de crisis kenden. Dus we zijn op zoek met z'n allen naar antwoorden van hoe kunnen we nieuwe zekerheden creëren. Bijvoorbeeld op die baan. Of krijgen mijn kinderen beter dan ik. Mm-hmm. We hebben die antwoorden op heel veel van die vragen nog niet gevonden, denk ik, met z'n allen. We zijn nog op zoek naar nieuwe zekerheden. Geldt ook voor de toekomst van bijvoorbeeld Europa. Het was heel vanzelfsprekend, Europa voor de crisis. Dat was voorspoed. Hè? Daar was iedereen voor. Ja. Als je nu kijkt, is maar de vraag of het huidige Europa, althans de Europese samenwerking, het overleeft. Ja. Onze relatie met Amerika was heel vanzelfsprekend. Ja. Staat toch onder druk. Ja. Ik denk dat de allerbelangrijkste rol die we hebben, en dat geldt voor de politiek, maar geldt ook voor ons, kijken of we toch voor de samenleving nieuwe zekerheden kunnen creëren. Ja. Maar we moeten daar wel bij beseffen dat we dat niet meer kunnen vinden in de oude methodieken. Nee. In de oude ratio's, om het zo maar eens uit te drukken, die we kenden, moet echt op zoek naar nieuwe antwoorden. Ja. En je ziet dat ook in de Nederlandse polder. Hè. De laatste paar jaar zijn alle akkoorden gesloten die in de praktijk gewoon helemaal niet meer aansloten op de samenleving. Noem de wet werk en zekerheid, noem de wet DBA. Allemaal grote akkoorden die in de praktijk niet geslaagd zijn, omdat het niet meer aansloot op de samenleving. Dus of het nou over energietransitie gaat, of het dan over de toekomst van werk gaat, de zorgkosten in de hand krijgen. Allemaal vraagstukken waar we nog geen goede antwoorden op gevonden hebben, maar waar wel de samenleving antwoorden schreeuwt bijna. En die zullen we met elkaar, politiek, maar ook maatschappelijke organisaties, moeten gaan vinden. Ja, mij valt op dat er best wel hele grote megatrends in de wereld zijn die plaatsvinden en die zijn best wel een beetje hoog over. Hè. Er komt robotisering aan en artificial intelligence. En gaan banen verdwijnen, er komen banen bij. Ja. We moeten inderdaad naar een duurzamere samenleving. Grote bedrijven zijn allemaal bezig meer agile te worden, meer wendbaar. De wendbare organisatie is zo'n begrip. En dat klopt, hè, want in principe is het enige wat je in de hand hebt als mens, is niet de wereld. Wij hebben niet in de hand wie er in het Witte Huis zit. We hebben aardbevingen niet in de hand. Wat je in de hand hebt, is je eigen reactie, is je eigen besluiten, de woorden die je kiest, de besluiten die je neemt. Maar het lijkt wel of we die toch buiten onszelf neer willen leggen in de samenleving. Terwijl een ondernemer, juist typisch, die besluiten zelf neemt. Ja. Maar dat lijkt wel moeilijker te zijn naarmate het ingewikkeld is in de samenleving. Wat zou jij nou aan mensen, aan leiders, ondernemers mee willen geven om wel wendbaar en weerbaar te zijn, om wel te zorgen dat je klaar bent voor die veranderingen die plaatsvinden? Nou, kijk, het lastige is natuurlijk dat voor veel ondernemers, zeker ook van mijn generatie, die hebben 20 jaar relatief goed gehad. Hè? Ja. Groeide allemaal vanzelf. Ja. En wat ik net al zei, heel veel van die zekerheden, hè? Die speelden een belangrijke rol. Mm-hmm. Maar heel veel ondernemers hebben de afgrond van heel dichtbij gezien in de crisis, hè? Op allerlei manieren. En ik merk dat die afgrond zit nog tussen de oren bij heel veel mensen. Hè? Dus ik denk, ja, ik rijd op een rotonde. De meeste ondernemers rijden in te hoge snelheid op die rotonde op dit moment. Want
Bij heel veel bedrijven is de omzet sinds 2015, 16 in één keer enorm snel gestegen. Daar waren ze vaak nog niet klaar voor. De financiering was er niet klaar voor, het IT-systeem niet, de personeelsplanning niet. Maar ja, ze rijden op die rotonde en horen al die termen die je net zegt. VR en Internet of Things en noem het allemaal op. Ja. En denk je, ja, maar ja, welke afslag neem ik nou? Precies, hè? Ja. En dan met al die schijnbare zekerheden die onzekerheden zijn omgeslagen. Ja, maak dan je keus maar eens. Hè? Ja. En er komt nog bij dat voor de gemiddelde ondernemer, de vertrouwde adviseur van vroeger, de bank, de accountant, ook op grote afstand is gekomen. Ja. Dus ook voor die ondernemer geldt, ja, en dat is ook een van de missies die wij hebben, naast zeg maar de belangenbehartiging in Den Haag. Kijken, wat kunnen we doen voor die ondernemer om wel die keuzes te maken, ja, verantwoorde keuzes te maken. Ja. En dat doen we dus bijvoorbeeld door heel veel kennistafels te organiseren over bijvoorbeeld big data. Ja. Of over de toegang tot financiering. Ja. Of over van ja, hoe manage je nou je bedrijf in een groeifase. Ja. En ook de onderwerpen tastbaar te maken. Want big data klinkt heel groot. Ja. En dat klinkt iets voor Google of een grote bedrijf. Maar big data, de meeste ondernemers zitten op heel veel informatie, op heel veel data. En doen er weinig mee. Maar doen er weinig mee. Hebben ze veel, vaak zelf niet eens door dat ze op al die informatie zitten. Ja. Maar je kan soms in een uur, twee uur, door daarover te praten, ondernemers heel veel inzicht geven dat, wat ze er wel mee kunnen. En dat geldt voor veel van de onderwerpen die jij noemde. Dus dat zien we ook als de missie eigenlijk een beetje van ONL 2.0. We zijn nu een paar jaar bezig. We zitten een beetje in de nieuwe fase waarbij we zeggen, nou, samen met onze kennispartners willen we kijken hoe kunnen we dat ondernemen een klein beetje makkelijker maken. Vooral als het gaat om welke keuzes maken nou voor de toekomst. Ja. Ik heb recent een aantal sessies gedaan voor marktkoopmannen. Dus echt voor de markt. Dus echt de markt met de kraampjes in Nederland. Ik heb dat op 5 plekken in Nederland gedaan. En daarbij een heel mooi inzicht gekregen in wat misschien wel de bakermat is van het ondernemerschap. Hè? Want voor mij in de Bijbel en in de Koran worden de markten al genoemd. Dus dat is een hele lang bestaande manier van ondernemen. Maar wat me daar opvalt, zijn enorm hardwerkende ondernemers. Die soms om 4 uur 's morgens al op pad gaan om hun kraam vol te laden met verse vis, verse bloemen op de veiling. En dan zijn ze om 8 uur klaar en ze komen om klanten te ontvangen. Om 8 uur 's avonds komen ze pas weer thuis, moe gestreden. Ja. Dat 6 dagen per week. Die mensen zitten zo in de business dat ze bijna geen tijd kunnen maken om aan de business te werken. Ja. Dat zie je bij andere ondernemers ook. Die werken hard, want 3,7% werkloosheid in Nederland betekent eigenlijk dat er geen mensen meer zijn voor de banen die worden aangeboden. En dan moet je als ondernemer soms zo hard werken dat je denkt van ja, het is wel leuk, die artificial intelligence, die big data en die duurzaamheid. Maar hoe ga ik morgen, ga ik het morgen redden? Ja. Dat is de vraag die ik bij heel veel ondernemers op dit moment zie. Klopt. Terwijl er ook duidelijk weer, waarschijnlijk toch alweer een recessie aan zal komen over enkele jaren. Misschien wel sneller dan we denken. Hoe moet een ondernemer daarmee omgaan? Hoe kun je toekomst uitvinden? Inderdaad in een situatie dat je eigenlijk met je dagelijkse overleving bezig bent. Ja. Want dat is de realiteit op dit moment. Ja. Hoe kijk jij er tegenaan, Hans? Ik herken het heel erg. We gaan elke dag het land in en we zien gewoon heel veel ondernemers worstelen. Wat ik net zei, rijden op die rotonde en durven niet echt goed een afslag te nemen. Wat ik dan toch heel vaak tegen ondernemers zeg, doe wat ik doe. Ga 1 keer in de week, toch 2 uur iets anders doen. Ik ga dan op het strand wandelen of ik ga fietsen of ik ga met mijn dochter wat doen. Maar ontspan even en denk toch na over, ja, wat zijn mijn uitdagingen? Wat kan ik morgen, volgend jaar, over 2 jaar verwachten? Waar ik nu misschien op in kan spelen. Het klinkt heel obligaat, maar ik denk toch de tijd nemen om erover na te denken. Maar ook, ga eens met andere mensen praten. Hè? Want kijk, MKB-ondernemers, maar dat zie ik ook bij start-ups, die vinden samenwerken, kennis delen niet altijd even makkelijk. Maar juist door te gaan samenwerken met anderen, door ook misschien soms wat brutaler te zijn, hè? En stappen ze wel op een groot bedrijf, groter bedrijf af. Hè? Ja. Niet altijd een multinational te zijn. Ja. Maar en kijk eens waar je misschien in de keten met zo'n bedrijf kan samenwerken. Ja. Ja. Want door kennis te delen, te gaan samenwerken met anderen, je open te stellen voor anderen, kom je toch tot nieuwe inzichten. Geen garantie voor de toekomst. Maar ik denk, zolang je in je eigen bedrijf blijft, hè, en heel veel bordjes in de lucht houdt continu, ja, dan kan je heel moeilijk vooruitkijken. Ja, is de kans dat je struikelt toekomst groot. Ja. Dus neem de tijd echt om na te denken hoe druk je ook bent over je toekomst. Dat doe ik in ieder geval elke week, een paar uur. Ik denk, ja, praat met anderen, kijk of je met anderen kan gaan samenwerken. Ja. Want ik denk dat dat toch inzichten geeft die je in je eentje met dat harde werken niet zo makkelijk kan verwerven. Nee.
Wat zit er nog meer in de weg, behalve het harde werk? Want mij valt op dat als je dit uitlegt, dat aan een zaal, waar dan ook, dat mensen allemaal redelijk knikken en het begrijpen en eigenlijk best denken, ja, daar zit wat in. Ja. En toch de stap maken naar kennis delen, naar samenwerken, daar blokkeert iets. Het lijkt wel of mensen er bang voor zijn. Ja. Ja. Weet jij waar die angst vandaan komt? Even los van of ze er tijd voor hebben, ja of nee. Ja. Waar komt die angst vandaan? Nou, ik denk dat veel ondernemers denken, ja, ik heb iets bedacht, hè, dat is van mij en dat moet ik toch vooral voor mezelf houden. Want oh jee, er gaat misschien iemand anders met mijn idee lopen of mijn plan lopen of mijn uitgevonden diensten lopen. Mm-hmm. En ik denk dat die angst onterecht is. Hè. Als je je zaken goed op orde hebt, je kent je klanten goed, dan hoef je daar geen angst voor te hebben. Maar ja, ik zie dat ook wel. Hè. Mijn grootvader en mijn vader zeiden al tegen mij toen ik begon, hè, leer nooit apen klimmen. Dat zit een beetje in het MKB. Hè. Of met andere woorden, houd het allemaal maar voor jezelf. Hè. En deel het niet met anderen. Mm-hmm. Maar ik denk in de economie waar we nu zitten, dat je, als je succesvol wil zijn, dan zal je toch ergens in die keten, zal je je plekje moeten vinden. En ik kom tegen ondernemers om één ding zeggen, ga erop af. Ja. Ga in gesprek met anderen, ook vooral met je klanten. Ja. Want dat is één ding wat ondernemers nog wel eens vergeten. Ze zijn heel druk bezig, elke dag. Ja. Vergeten met die klant te praten. En eigenlijk begint met de klant vaak het succes. Ja. Hè? Van de volgende fase. Die leert jou veel over je product, over je dienst. Maar er wordt weinig met die klant gepraat. En ik denk dat ook daar, voor ondernemers, dat ze daar, mijn advies zou zijn, maak daar meer tijd voor. Ja. En ga met die klant in gesprek. Ja. Opmerkelijk, hè? Dat je een ondernemer moet adviseren meer tijd aan zijn klanten te besteden. Ja, ja. Ik weet nog, toen ik trainee was bij KPN, ik was toen 24, toen kreeg ik een soort van pilotopdracht om een telefonische verkoopafdeling, zeg maar, wat meer om te turnen van reactief naar proactief. En toen viel mij op dat ik als manager van die afdeling, dat weet ik toen, had ik andere software dan de mensen in mijn organisatie. Want ik was manager, dus ik kon zien wat iedereen deed, een soort van controleren. Terwijl we mensen het werk moesten doen. En ik weet nog dat ik daar een beetje boos over was. Want A, zij wisten het werk veel beter dan ik. Dus hoe moest ik het overzien? En B, ik vond het belangrijk om zelf ook klantcontact te hebben. Later realiseer ik me dat het signaal wat je als organisatie dan geeft, is dat als je manager bent, dan hoef je geen klantcontact meer te hebben. Ja. En als je heel hard met de klant bezig bent, als je het heel goed gedaan, dan uiteindelijk als beloning hoef je nooit meer met de klant te praten. Ja. Dat is het signaal wat je afgeeft. Ja. Dat heeft me altijd gefascineerd. Ik vind het eigenlijk bijna ongelooflijk dat zo werkt. Maar het lijkt wel of dat een beetje in de mentaliteit van bedrijven zit ingebakken. Dat het een klant eigenlijk een noodzakelijk kwaad voor je bedrijf is. Terwijl de allersuccesvolste bedrijven van de wereld juist zelfs samenwerken met hun klanten om het goed te kunnen doen. Precies. Hoe zouden we daar een ommekeer kunnen realiseren? Hoe zou je dat nou terug kunnen brengen? Het echte klantdenken wat nodig is. Nou ja, ik praat er bijna elke dag over. Dus ik heb niet zo lang geleden bij het MKB ondernemerscongres in Van Nellenfabriek in Rotterdam daar nog een power sessie over gegeven. En dat is titel, de entrepreneurial economy. Het succes begint bij de klant. Ja. En als je een klein bedrijf bent, dan meestal ben je helemaal gek van jouw product of helemaal gek van je dienst. Dan vind je zelf vaak, ben je een beetje verliefd op. Hè? Vind je het fantastisch. Mensen denken niet zo snel in wat vindt de klant fantastisch, wat vindt de klant heel mooi. Terwijl daar over het algemeen wel het succes begint. Ja. En ik noem dan vaak het voorbeeld van bol.com of van Coolblue. Toch bedrijven die echt die service en die klant helemaal centraal hebben gesteld. En die verkopen gewoon hele eenvoudige dingen. Een boek of een stofzuiger of een computer. Helemaal geen sexy producten. Maar toch zijn ze succesvol omdat de klant helemaal volledig centraal staat. Ja. En het maakt niet uit of je groot of klein bent. Ik denk dat daar echt het succes begint. En helaas zijn veel ondernemers vooral bezig met wat zij mooi vinden. Wat zij belangrijk vinden. En ik denk dat mijn advies zou zijn, draai dat om. Natuurlijk, je moet een goed product hebben. Natuurlijk, je moet er affiniteit mee hebben. Maar vooral, ga met die klant in gesprek. Durf ook daar fouten te maken. Soms brengen mensen iets op de markt wat niet iedereen gelijk fantastisch vindt. Maar ja, als je daar goed naar luistert, je durft aan te passen, bij te schaven, zo gezegd, dan kan je toch heel succesvol zijn. Ja. Ja, ik vind het mooi. Ik heb Pieter Zwart van Coolblue een aantal keer meegemaakt in bijeenkomsten, in ondernemersprijzen. En ik heb hem ooit het woord mondhoekmarketing horen noemen op het podium. En hij vertelde dat alles erom draait dat de mondhoeken van de klant mogen gaan. De glimlach alles voor van de een glimlach. Ja, fantastisch. Alles voor een glimlach. Alles voor een glimlach. Ja. Maar toen zijn we gaan kijken in dat bedrijf. Ik heb ook een keer een workshop gegeven bij Coolblue. En toen viel me op dat mondhoekmarketing eigenlijk begonnen is bij mondhoekleiderschap.
Ja. Want bij Coolblue krijg je ruimte om je best te doen voor de klant. Ja. Dus dat is eigenlijk het nieuwe ondernemen, wat voor mij eigenlijk het oude ondernemen eigenlijk bijna is. En dan zou je zeggen, joh, wat zou het toch mooi zijn als er meer ondernemers zijn die dan misschien ook in zo'n land als Nederland misschien het voortouw nemen. Maar dan zit er in Amerika een ondernemer in het Witte Huis. En eigenlijk zie ik bijna het tegenovergestelde gebeuren. Protectionistisch, ja. Eerst voor zichzelf en dan pas voor de buitenwereld. Ik was altijd overtuigd dat het goed zou zijn als ondernemers misschien het land eens zouden runnen. Maar sinds Trump heb ik daar twijfels over. Hoe kijk jij er tegenaan? Zouden ondernemers een grotere rol in het land kunnen pakken? Hè? Bijvoorbeeld in het kabinet? Of is dat misschien toch een brug te ver? Hoe zie jij dat? Ja, ik heb zelf, ik zit natuurlijk dicht op die politiek. Hè? Ik spreek veel met politici. En ik ben tot de conclusie gekomen dat het echt ook een vak apart is. En een moeilijk vak. En ik denk niet dat ondernemers nou per definitie geschikt zijn om politicus te worden en andersom. Mm-hmm. Dus ik deel je mening. Hè. Ik denk dat wij als ondernemers bescheiden moeten zijn en die moeten denken, nou, als wij nou morgen op dat binnenhof gaan zitten of in het Witte Huis, dan doen we dat wel even. Ik denk wel dat we, en dat proberen we elke dag te doen, met een heleboel ondernemers om ons heen, moeten zeggen, we gaan niet meer op gaan klagen over die politiek. We gaan die politiek actief opzoeken. Met goede ideeën, goed onderbouwd. Kijken wat we samen kunnen doen om Nederland in ons geval ondernemerder te maken. Ik denk dat het een veel betere aanpak is hè, dan zelf in die politiek stappen. Er wordt mij wel eens gevraagd, ja, waarom begin je geen politieke partij? Nou, simpelweg, daar ben je niet geschikt voor, want ik ben geen politicus. Hè. Maar ik wil wel bij die politiek zorgen dat die stem van de ondernemer goed gehoord wordt. En dat we meepraten over de toekomst van Nederland. En ook mee verantwoordelijkheid nemen voor de toekomst van Nederland. Ja. En ik heb nu gemerkt, zeker de afgelopen 2 jaar, waar we nog veel intensiever met die politiek in gesprek zijn dan in de startfase, dat als je dat op die manier doet, dat het ook gewaardeerd wordt door die politiek, dat je ook mee mag praten, dat je invloed hebt op de toekomst van Nederland. Dus dat is een uitstekende manier van, denk ik, invloed uit te oefenen op de koers van Nederland, zonder dat je zelf politicus wordt. Mm-hmm. Want ja, ik ben er in ieder geval niet geschikt voor, ik ambieer het ook helemaal niet. Maar ik vind het wel belangrijk dat die politiek nogmaals met ons samen dat Nederland wel ondernemender maakt. En dat kan prima, denk ik. Ja, ik denk het ook. Als je dan kijkt naar wat er in Nederland gebeurt, wat er in de wereld gebeurt. Veel mensen maken zich zorgen. Misschien wel terecht. Dat weet ik niet. Wat zou nou jouw advies zijn voor ondernemers? Misschien ook wel juist voor niet-ondernemers in Nederland. Wat is er eigenlijk nodig als houding om te kunnen zorgen dat wij met elkaar onze samenleving leefbaar houden? En dat we zorgen dat we ons welzijn, onze welvaart op peil houden. Als je het zou moeten samenvatten, wat zou je dan zien als belangrijkste tip? Nou, ik zou zeggen, laten we beseffen dat we dus een van de rijkste landen in de wereld zijn. En dat we ook in de afgelopen crisis in staat zijn gebleken in hele korte tijd uit de crisis te komen. Hè? Want er wordt heel veel over de crisis gesproken, dat was de ergste in 100 jaar. Hè? Maar we zijn nu de snelst groeiende economie van Europa. Hè? We hebben de werkloosheid in 3-4 jaar tijd is bijna volledig opgelost. Hè? Ja. We staan in de top 5 van de meest innovatieve economieën in de wereld, ondanks die crisis die we gehad hebben. Dus we staan eigenlijk ontzettend goed voor. En ik denk daarvan uit gaan redeneren. We staan ontzettend goed voor. Denk van good naar great. Ik denk dat het heel veel scheelt in hoe je naar de toekomst kijkt. En ik hoor dat heel vaak zorgen. Maar als ik dus kijk hoe dynamisch eigenlijk Nederland is gebleken, ondanks die crisis, om daar weer uit te komen. We hebben de overheidsfinanciën een hele korte tijd op orde gekregen. Heel veel gemopper op de politiek. Hebben we ook wel een klein beetje soms aan meegedaan. Maar als je nu kijkt, enige land in Europa, hebben we geen begrotingstekort. Houden we geld over einde van het jaar een paar miljard. Hè? Dus dat betekent dat we eigenlijk heel goed voorstaan. Maar ik zeg wel, laten we dan met die uitstekende uitgangspositie die we hebben, de juiste dingen voor de toekomst doen. Mm-hmm. En dat is inzetten op de energietransitie. Dat is inzetten op de toekomst van werk, hè? Die anders is dan die in het verleden was. We zullen de zorgkosten in de grip moeten krijgen. Hè? Want we geven nu ruim 80 miljard uit aan zorg. Nou, in totaliteit geeft de overheid 300 miljard uit. Daarvan is nu al 80 miljard zorg. Als we niks doen, groeit het naar 120, 130 miljard. Dat kunnen we niet volhouden. Dus we hebben antwoorden nodig op die grote uitdagingen. Maar laten we het wel vanuit het perspectief doen voor good and great. Want we staan ontzettend voor. En niet met al die zorgen. Want ik denk dat echt zwaar overdreven is in heel veel gevallen. We zijn een heel wendbaar land. We zijn een heel sterk land. Een innovatief land. En ja, mijn
mijn oproep ook aan de ondernemers is, doe met ons mee in dat nadenken over die goede voorstellen voor de toekomst van Nederland. Help ons bij de goede onderbouwing. Help ons bij, als we met de politiek aan tafel zitten, dat we die uitruil kunnen doen. We doen mee aan die energietransitie. We doen mee aan een betere arbeidsmarkt. We willen onze bijdrage leveren, maar we willen wel wat voor terug. En ik denk, als we met die houding zeg maar, verder gaan, en de ondernemers als zich daar ook achter scharen, zeg maar, dat we nog heel erg veel kunnen bereiken voor die ondernemers. Ja. En dus niet meer mopperen en klagen. Dat heeft helemaal geen zin. Ook geen zorgen maken. Heeft ook niet zoveel zin. Goede voorstellen doen, dat heeft zin. Ja. Ik vind het een heel mooi optimistisch einde van dit gesprek. Want eigenlijk komt het erop neer dat we met alle talenten, alle kennis die we in ons land hebben, eigenlijk in staat zijn om heel adequaat te reageren op de wereld om ons heen. Voor mij heeft Nederland dat als klein handelslandje altijd gedaan. En onze toekomst ligt dus inderdaad in het goed reageren op wat er in de wereld gebeurt met alle mogelijkheden die we hebben. Ik heb Wilbert ook al eens ooit horen zeggen dat leiders hebben de plicht om optimistisch te zijn. Ik denk dat jij als geen ander dit hebt ingevuld, dit optimisme, Hans. Ik wil je ontzettend danken voor dit gesprek. En ik wens je succes met ONL, maar vooral ook met het ondernemershuis in Den Haag. Dankjewel. Dank je.